Maar wat ik doe, alleen maar smoezen, terwijl u kunt zitten soezen. Als ik alleen maar iets van Amsterdam vertel. Kijk, alleen zo'n mop van Moos en Bram en het ouderwetse Amsterdam. Dus je wil zeggen dat we nog 2750 gulden schuld hebben? Vind je dit kapot een succes, dat weet ik zeker. En zal ik nooit vergeten zijn wat wij hebben moeten doorstaan om dit te bereiken. Maar ik doe wat ik breng, wie ik ben, wat ik ken. Niets. Ik ben geen acteur, ik speel geen instrument. Vondel is me onbekend en ik ben een laags galande danser. Ik denk dat ik toen echt besefte wat we moesten gaan doen. Fik, we moeten gaan. Ja, maar we moeten niet samen reizen, dan vallen we veel te veel op. Jij gaat eerst. Regel het daar voor me en dan kom ik er zo snel mogelijk achteraan. Zwitserland. En voor die paar weken dat de oorlog nog duurt, ga ik wel weer bij mijn ouders wonen. We zien elkaar snel. In juni 1942 werden mijn zussen, Kitty, Marianne en Lena, samen met hun mannen en kinderen opgepakt. En alle 10 zijn ze vergast. In Auschwitz. In juli 1942. Ik heb ze gehoord. Hij is een verrader. Een verrader van zijn eigen mensen. Dat is helemaal niet waar, wat ik met die moppen wil bereiken. Je laat de mensen lachen om een Joodse slemiel. Hoe durf je jezelf zo openlijk Jood te noemen? Je zaak zit vol foute mensen. We kunnen de NSB'ers er zo uithalen. Als je kijkt wat voor soort mensen er in de zaak zitten. Waarom Sam en Moos? Waarom niet Jan en Kees? De Jood zoals jij hem brengt is dood, Max. Waarom? Waarom geld verdienen over de ruggen van hen die het meest hebben geleden? Of komt er in uw ogen een traan? Omdat niets is zoals het was. En zie ik ook weer een traan. Mijn hart huilt met u mee. De Dam. Kalverstraat, Spuit, Rembrandtsplein. Die bestaan nog wel, maar één ding niet. Die ouderwetse gein. En dat is wat ik in mijn hart doe. Waarvoor ik tot u kwam. Alleen met zo'n mop van Moos en Bram. En het oude Amsterdam.